Of jij nou radio luister of tv kijkt en je houdt van lees, dan is jij op je rechte plek. Thea van Staden, vermakelijkheidsjournalist en boekenthousiast, kuier bij ons in die atelier. Goedemorgen, Thea. Hallo, Nadia. Het is altijd lekker om jou hier te heen. Jy sit nou hier alweer met een hele hoopje van boeken. Waar begin ons? Ons begin bij Johan Smit, sy Jou God is hier. Een dagstuk boekie, 366 dagstukjes in. Ja. Wonderlik van hierdie boek is dat hij een tekstregister achter in die boek ingesit het. Oeh. Met andere woorden, hierdie boek gaan samen met jou Bijbel. Jij kan niet een dagstukje lees zonder om terug te verwijzen naar jou Bijbel toe nie. En dit is natuurlijk die kern van enige boek, is dat hij daarna toe moet teruggaan. Nou, Johan Smits boek van Koem. Die boek, een dagstukje boek, moet je het in een specifieke tijd van die jaar gee? Moet je op een tijd beginnen? Want je denkt nou, ik moet aan het begin van die jaar beginnen. Kan je enige tijd beginnen? Eigenlijk is dit enige tijd een goede tijd om zo'n boek te geven, want die datum is nou wel daarin, maar jij hoeft kan op enige dag beginnen lees en begin een beetje bemoediging krijgen. Ja. En dit is wat het dagstukje boek geskenk, vir jou brengt. Misschien voor verjaarsdag, kerstfeest wat om die draai is. Ja, baie lekker geskenk daar. Een ander geskenk, en Dion Meyer sê, Irma Venter is wereldklas. Raar. Gevolg van hierdie boek. Ja? Scarlaken van Irma Venter, wat door Human en Rousseau uitgegeven wordt. Daar is, word die peetdochter vermoor. Dan wordt die vraag gevraagd: is hy vermoor of was dit selfdood? Sy was een kunstenaar en sy was baie geliefd en sy het eindelijk op trouwe gestaan. Ja? En sy is dood. Is dit gebaseerd op enige ware verhale? Nee, dit is gebaseerd op Irma Venter's creativiteit. Scarlaken is haar vierde groot succes. As jy sê dat Dion Meyer sê dit gaan een goeie boek wees, is dit in lijn met sy die bestel? As mense hou van Dion Meyer's boek, sal hulle hiervan hou? Baie spanning in, romanse in, so dit is een baie lekker combinatie wat hulle daarin en sal krijg. En daar ook misschien een boek wat eendag een film kan worden. Man, dit is een van die films wat ek so kyk, weet? Met skreefies oor. Kyk met een oog. Iemand sit langs my wat my vertel wat gebeur. Soos familie. Professor Ena Jansen het soos familie geskryf. Ja? Ek kan net dink wat hierdie boek vir haar beteken het. 100 huisbediendes het sy mee gesels. Ja? Jy weet, huisbediendes is iets waarmee ons groot geworden het. Ons ou Rebecca onthou ek van uit wat my leer vetkoek bak het, wat my leer bed opmaak het. En daar die mense het soveel ondervind in ons huise. Hulle leer ons eindelijk so goed ken. En dit word ons vriende en vriendinne. Jou tuinwerker en jou huisbediende is iemand wat soos familie word. En is hierdie boek dan een samenstelling van klomp klein stories? Ja, dis een verhaal wat sy vertel met die feite in, van hoe die huisbediendes ook hulle wereld beleef. So, het jy ooit al film gesien, The Help? Ek dink dit was ook ene met een beetje bloed en hare in. Ja, is hier een lijn daarmee? Geen bloed en hare nie. Het is regtig die hartstories van hierdie mense en wat hulle beleef het en wat hulle sien in ons huise. Jy weet, hulle sê, hierdie mense was eindelijk die mense wat die tolke moes wees en wat die vertalers moet word, want hulle ken die hart van mense waar hulle werk so goed. Ja. Baie meer om die lyf. En dalk ook 'n goeie uitvoerproduk. Ek seker mense reg oor die wêreld sal dit baie interessant vind. Professor Ena Jansen woon ook in Amsterdam. Dit is 'n dinkboek, is hy maklik om te lees? Baie lekker om te lees. Dit vloei, want daar is soveel wat jy mee identificeer in die boek. Ons laaste boek vanmôre is Timothy Kieswetter, wat ook by julle kuier vanmôre. Ja, vanmôre het ons kon gesels. En ons gesels oor gesonde seks. Die sleutel tot een vervulde huwelik, die percepties wat ontstaan rondom seks. Ja. En dan is dit regtig net een prachtige uitrol van hoe die huwelik moet wees en zodat die liefde moet seevier aan die einde van die dag. Is hier een boek wat mans en vrouwens kan lees? Die? Mans en vrouwens, eindelijk is dit iets wat man en vrou saam moet lees. Ja. Want het gaan oor die huwelik en dit wat het gezond moet hou en daar die liefdesband wat die ketting is om dit. En so iemand wat dan nou nie in een verhouding of nie getrouwd is, sou dit een goeie voorbereiding wees? Is dit ook nog steeds in sy gewin? Baie goeie voorbereiding, want die christelike perspektief daarop bly sterk deur die boek. En Timothy het een baie sterk manier om dit op een baie prachtige manier oor te dra, sonder dat dit aanstoot gee. En ook lekker dat ons op een plek is waar ons oor goed soos hierdie kan gesels en boeken het en inligting beskikbaar het om te kan leer. En ek dink, word hierdie boeken weggegee, Thea? Hierdie boeken word weggegee. Oh, iets om na uit te sien. Weggegee. So ons gaan later by Hendry precies uitvind wat jy moet doen om hierdie boeken in die handen te kry. So, baie dankie aan Thea. As jy hou van lees en jy wonder wat boeken volgende op jou lysie moet wees, dan weet jy nou wat om te gaan aanskaf.
Mars.